een What's in my bag video. Dit is mijn bag, mijn tas dus. Dit is eentje van Prada. Ik heb echt geen flauw idee welk model of zo. Ik vond hem gewoon mooi. Dus deze, gewoon zwart, redelijk simpel. Hij heeft ook een lange lid om, ja, om hem lager te hangen rond je schouder of schuin rond je te doen. Maar dat is niet echt mijn ding om mijn tas te dragen. Dus ik hou hem gewoon zo. Oké, laten we kijken wat er allemaal in zit. Ik draag heel veel in mijn tas. Heel veel rommel ook. Heel veel dingen waarvan je misschien zult denken, dat heb je toch niet nodig. Maar voor de zekerheid heb ik dat altijd allemaal bij. Dus, let's see. First thing is mijn gsm natuurlijk. Normaal als ik thuis ben zit hij niet in mijn tas, maar ik heb hem er net even ingegooid. Omdat als ik weg ben zit hij wel in mijn tas natuurlijk. Ik heb de iPhone 6 Plus. 6 Plus of 6S Plus? Ik denk 6 Plus in het goud. Dus dit is mijn iPhone. Dan heb ik mijn huissleutels en autosleutels en sleutels van mijn ouders in huis. Heb ik ook eraan hangen. Dat is een hele sleutelbos en mijn schattig pomponnetje. Dan heb ik een zonnebril. Deze is van, ik dacht van Celine. Of toch niet? Nee, blijkbaar niet. Geen idee dan van waar dat die komt. Dus dat is deze ronde. Ik wissel vaak wel mijn zonnebril in mijn tas. Maar ja, aangezien het niet super mooi weer is geweest de voorbije maanden en het eigenlijk nog winter was, heb ik nu nog deze erin zitten. En dan draag ik ook niet zo vaak een zonnebril, maar nu, vanaf nu gaat het waarschijnlijk wel mooier zijn. Dan heb ik druivensuiker altijd bij, omdat ik soms flauw val. De laatste tijd niet meer vaak, of ja, het is echt al een jaar denk ik toch niet meer gebeurd. Maar vroeger viel ik heel vaak flauw als ik een paniekaanval had. Dus daarom druivensuiker. Ik heb deze er ook al redelijk lang in zitten en is nog niet open geweest. Dus ik heb hem nog niet nodig gehad. Phew! Dan heb ik hier nog in een zijzakje 3 lekstokken zitten. Die zitten er al redelijk lang in, denk ik. Van een event waar ik en Celine zijn geweest. Ik herinner me zelfs niet meer waar. Dus lekstokjes. Als ik zin heb om te snoepen. Dan heb ik ook nog in datzelfde zijzakje 2 muntjes zitten. Voor, ja, als ik muntjes wil. Dan heb ik Milky kan te spelen met de muntjes. Hey. Dan heb ik dit postje. Je kunt misschien al raden wat hierin zit. Heel veel kleingeld. Ik haat het om kleingeld uit te geven. Ik zal dat wel eens uitgeven bij de parking of zo, maar als ik ergens in een winkel sta, dan geef ik meestal gewoon een briefje. Ik haat het om te liggen zoeken van 2 euro en 50 cent, weet ik veel. Dat is nu nog gemakkelijk, maar je weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Milky. Milky heeft een lekstok gepikt. Nou, om te spelen. Dus klein geld kan allemaal hierin. Het is wel meestal zo dat ik om de maand dus ergens mijn tas leeg maak. Ook als ik een switch van tas, een andere tas neem. En dan zit er ook wel heel veel klein geld los in mijn chacoche. Dus dan steek ik het allemaal hierin. Dan heb ik zakdoekjes. Altijd handig. Dan heb ik hier een posje. Of een posje. Ik noem dat een posje, maar... Ja, een postje. En daarin zitten zo wat make-up spulletjes. Dit is mijn parfum. Dit is Kenzo. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe de naam is. Je d'amour, denk ik. Dat is mijn favoriete parfum. Dan heb ik hier nog een Carmex zitten. Dat is voor droge lippen. Dan heb ik een lippenstift van Revlon in Berry Smoothie. Dat is meer een winterskleurtje eigenlijk. Dus die ga ik er denk ik wel eens uitgooien nu. Dan heb ik een rode lippenstift. Dus meer een lippenstift pen, potlood.
van Nars in het rood. De kleur is Cruella. Oké. Okay. Dan heb ik nog een lipgloss. Sexy Motherfucker. Sexy Motherfucker bedoel ik, sorry. Van Soap and Glory. Dit is een plumping lipgloss om je lippen groter te doen lijken. En dan heb ik nog een nagelveiltje. Heel kleintje. En een hele hoop elastiekjes. Lekker inlaten. Dus dat zit daarin. Oké, het volgende vak heb ik dit pasje. Hier zitten eigenlijk allemaal pilletjes in. Voor de hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, reisziekte. Alles wat je maar kunt bedenken, heb ik bij. Dus het is echt vol met pilletjes en natuurlijk rescue spray. Als ik gesaved moet worden, gebruik ik deze. En als ik zenuwen heb soms, dan doe ik wel een paar spritjes van deze. En ja, voor de rest allemaal pilletjes. Ik ga die niet overlopen, want dat is redelijk saai. Dan heb ik twee pennen. Ook altijd handig. Nog een potloodje van IKEA. Dan een volgend pasje. Wat is de juiste woord ervoor? Pasje, tasje gewoon. Ja, een tasje. Maar dat is niet echt een tasje. Ja, oké, maakt niet uit. Dus het volgende tasje. Hier zit een iPhone oplader in. Oortjes. Voor als ik ergens bij de muziek wil luisteren. Een powerbank. Dat is voor als je batterij van je iPhone of je gsm gewoon het algemeen leeg is. Dan kun je die hiermee opladen. En dan heb ik nog een kabeltje voor de powerbank. Zit hier nog in. En nog een fisheye lens voor op je gsm te zetten. Zo'n clipper. En dan kun je op de camera van je gsm zetten. En dan heb je eigenlijk een fisheye beeld. Dat is wel heel tof, maar ik heb die niet echt super vaak gebruikt. Oké, dan zitten we in het zijvakje. Heb ik een tampon en een maandverband. Je weet nooit wanneer je deze nodig hebt, dus die heb ik ook altijd bij. En dan het middenste vak is het laatste vakje. Heb ik een betalingsbewijs van de tandarts, wat ik naar de ziekenkast moet brengen. Een een lippenbalsem. Van Biotherm, die is wel heel goed. Die heb ik wel een paar keer gebruikt, maar wel even ondertussen niet meer. Dus deze lippenbalsem voor kapotte lippen. Een papier voor mijn reispas te gaan halen. Denk ik. Ja, papiertje. Ik moet mijn reispas gaan halen op de gemeente. Als het klaar is, kan ik dat met dit papier doen. En dan het laatste is mijn portemonnee. Die is van Guess. Wit met zwart. Hier zit niks speciaal in. Geld, bankkaarten, mijn pas, mijn rijbewijs. En een paar klantenkaartjes, dat is het. En dat is alles wat er in mijn tas zit. Dan zit ook de lange lids erin nog. En dan is die leeg. Wow. Ik vind zelf eigenlijk wel dat ik een redelijk ordelijke tas heb. Maar het komt natuurlijk ook omdat ik heb hem nog niet zo lang geleden geswitcht. Dus heb ik alles terug een beetje op orde gestoken. Anders op het einde van de maand ziet mijn tas er iets rommeliger uit. En meer briefjes en betalingsbewijsjes en zo van die dingen zitten er dan in. Milky. Milky gaat met de tampon spelen nu. Nu is Lex ook al beu, denk ik. Toch zijt je schattig, hè? Dus ja, dat was alles wat erin zat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal met mij meesleur door de dag. Het is redelijk wat, vind ik zelf.
Ik weet niet als jullie meer meenemen of net minder meenemen. Laat het mij zeker weten in de comments beneden. Doe ook zeker een thumbs up en subscribe als jullie dat nog niet hebben gedaan. Je doet er ons echt een heel groot plezier mee. En ik zie jullie volgende keer weer. Bye!